Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Leuk dat je kijkt, ik heb vandaag een shop nog voor jullie. Ik ben pas 4 dagen in Londen geweest. Ik heb daar ook gevlogd. Die vlogs staan al online. Ik zal ze even in de beschrijving zetten en hierboven in het i'tje. En ik heb daar ook van alles geshopt. Ik heb kleding geshopt, eten, parfum, Lush, heel veel verschillende dingetjes. En dat ga ik vandaag aan jullie laten zien. Ik heb er ook aanbeelden bij in close-ups. Dus als je dat leuk vindt, moet je zeker eventjes blijven kijken. Laat ik als eerst beginnen met de kleding. Op de eerste dag waren we in Notting Hill. Heel leuk plaatje, moet je maar even kijken in de eerste vlog. En daar heb ik dit shirtje gekocht. Het is een beetje een off-the-shoulder. Hij heeft wel nog hier bandjes. Hij ziet er nu een beetje gek uit, maar op het aanbeeld zie je het beter. Dit zit ook nog strak en hij is wit. En hij komt dus van het winkeltje Jovanna. En hij zit dus in Notting Hill. En ja, dit is best wel een apart dingetje. Maar dit is niet het enige wat ik bij dat winkeltje heb gekocht. Maar ik heb daar nog iets gekocht en dat is namelijk een broek. En dit is een best wel aparte broek. Of je haat het, of je vindt het heel erg leuk. Mijn vader en mijn zusje vonden het bijvoorbeeld heel erg lelijk. Nou ja, prima. Ik vond het heel erg leuk. Dus daarom heb ik hem wel gekocht. Hij heeft een soort van wijde pijpen. En ik heb hem al aangehad. Hij heeft een super lekker stofje. En hij zit gewoon heel erg lekker. En dit setje heb ik gekocht. Ik ben nog niet helemaal zeker of ik het echt ga combineren. Maar ik mag naar de première van 100% Coco. En daar moet ik natuurlijk wel een beetje een leuke outfit voor hebben. En ik ga filmen op een bruiloft. Dus daarvoor wilde ik gewoon eventjes een leuke outfit hebben. Nou, jullie moeten eventjes stemmen hierboven in de poll. Moet ik dit aandoen op de bruiloft en de première in combinatie met elkaar? Of niet? En dan heb ik nog van Oxford Street bij de Stradivarius. Dit shirtje, het is gewoon een basic shirtje. Hij heeft een beetje een mosterd kleurtje en er staat een leuk tekstje op. En ja, ik heb alleen nog maar een trui in dit kleurtje. Eigenlijk vond ik het wel heel erg leuk en speciaal een keertje. Een keertje wat anders eigenlijk. Dan heb ik nog een soort van lekker leuk zomershirtje in een blauw kleurtje. Hij heeft hier spaghetti bandjes. Aan de achterkant zit ook een kruisje. En dan heeft hij hier een soort van off-the-shoulder flared mouwtje. En het is een mooi babyblauw kleurtje. Ik heb hem gekocht bij een New Look. En hij is lekker zomers, lekker leuk. Oké, het gaat nu ineens hard regenen. Helemaal top. Hij komt op camera niet helemaal goed over. Hij ziet echt namelijk nog een stukje blauwer. Dan was ik ook bij Notting Hill in een klein raar winkeltje met allemaal gekke spulletjes. En dan verkocht ze allemaal sokken voor 1 pond. En ik zag deze pizza sokken. Nou ja, en als je aan Mandy denkt, dan denken de meeste mensen denken aan YouTube, cactussen en pizza's. Nou ja, ik zag dus deze en ik twijfelde eerst. Mijn moeder zei, koop ze maar. Superleuk. En ja, weet ik veel wat ik ermee ga doen. Waar ik ze aan ga doen. Maar ik kon ze niet laten liggen. Dan kent iedereen vast wel Maltesers. Die zijn echt super lekker. En hiervan zag ik een reep. En ja, deze heb ik ook gewoon meegenomen. Want Maltesers zijn heel erg lekker. En deze reep heb je niet in Nederland. Dus ik dacht gewoon een keertje proberen. Dan was er ook nog een hele grote, hele gave Disney store. En mijn moeder en ik houden heel erg van Disney. Mijn moeder houdt vooral heel erg van Winnie de Pooh. En deze sokken vonden we wel heel erg grappig. Dus deze hebben we gewoon meegenomen van Knorretje en Pooh. Gewoon lekker warm, lekker leuk en een beetje kinderachtig, maar mag wel een keertje toch? Dan kwamen we bij de Forever 21. En hier zag ik deze oorbelletjes. En hier zijn cactussen op. Ik heb eigenlijk best wel lang al geen oorbellen meer gedragen. Want ik, ja, knopjes, ja, ik vond het nooit zo fijn en het stond me niet echt. Maar ik zag deze en ik vond ze wel heel erg leuk. En moeder zei, ja, neem ze mee, want dan kan je weer eindelijk een keertje oorbellen gaan dragen. Dus deze ga ik proberen en hopelijk staan ze me een beetje leuk. Dan ga ik weer vaker deze oorbelletjes dragen. Dan kwam ik bij Superdrug en hier had ze ook allemaal make-up van Zoella. Dat wist ik helemaal niet. Ik gebruik zelf niet heel veel make-up, dus ik heb niet echt heel veel make-up gekocht. Maar wel deze parfums van Zoella. Ik vond het flacon er heel mooi uitzien. En hij kostte 8 pond en hij rook heel erg lekker. Dus ik dacht weer een leuke aanvulling voor mijn parfumstash. Kan nooit kwaad. Toen we de Stradivarius inliepen, toen hing er al een hele lekkere lucht. En mijn moeder vond die vooral echt super lekker. Dus zijn we naar de kassa gegaan en hebben we dat even nagevraagd. En dat was dit luchtje. Hij is een heel klein beetje lichtroze. Is het water wat erin zit. Nou ja, de parfum die erin zit natuurlijk. De Eau de Toilette. En ja, deze heeft mijn moeder dus gekocht. Lekker luchtje. Ook hebben we nog deze simpele, maar goede, echt goed stevige instikjes meegenomen. Met die soort van telefooncel-draadachtig eruit zien. Maar ze zijn lekker stevig en leuk en handig. Dan zijn we ook nog langs Harrods geweest. En Harrods is een heel groot, duur warenhuis. Echt 10.000 keer zo groot als de Bijenkorf. Nou, dat is een beetje overdreven, maar het is echt heel erg groot. En echt heel erg gaaf om te zien. We hebben er niet echt dure dingen gekocht, maar wel gewoon een paar leuke kleine aardigheidjes. Moeder wilde eigenlijk een grote beer kopen. Want dat vond ze leuk als aandenken. Had ze vroeger ook ooit daar gekocht.
Alleen heb ik even tegengehouden. Ze hebben gewoon deze kleine meegenomen met een leuk Engels pakje, politiepakje. En dit is wel echt een leuk aandenken aan Engeland en aan Harrods. Ook zag ik deze pen. Nou ja, pennen zijn altijd heel erg handig. En ik vond deze er gewoon super chic uitzien. En heel erg grappig. Echt zo'n hele mooie pen met zo'n kroontje erop. En rosé goud. Die heb ik ook meegenomen. Dan hebben we voor mijn zusje en mijn vader een soort van gouden goudstaaf chocoladereep gekocht. En ook nog iets voor in de kerstboom. Kerst duurt nog super lang. Maar dit was echt gewoon heel erg leuk. Ook een leuk aandenken aan Londen. Met een leuke London Eye en een Big Ben en een bus en de sok en Harrods. Gewoon echt leuk voor in de kerstboom. Een goede vriendin van mij, Mila, die gaat binnenkort naar New York. En ik ben dus in Londen geweest. En we hadden afgesproken dat we voor elkaar een klein aardigheidje mee zouden nemen. Dus heb ik dat gedaan. Nou ja, het was op de laatste dag. En ik wist echt niet wat ik moest kopen. Ik dacht eerst van ja, kom ik weer aan met zo'n standaard Londen sleutelhanger of zo. Ja, hartstikke leuk. Maar ik wilde gewoon iets anders doen. Dus toen kwam ik in de Flying Tiger nog op het laatste. En dacht ik, oh, dit is misschien wel leuk voor Mila. Want ze heeft zelf een scrapbook. Dus ik zag deze kleine letterstempeltjes. Ze zijn echt wel een beetje mini. Maar ik dacht, klein aardigheidje. En altijd handig als je zulke dingen maakt, zoals een scrapbook. Dan hebben ze in Londen ook een hele grote M&M store. M&M World noemen ze dat ook wel. Daar hebben we dit tasje gekocht. Maar natuurlijk ook M&M's. De M&M's waren er erg duur. Het ging per 100 gram of zo. En, dus het liep al heel erg snel op. We hebben maar een klein zakje genomen. Sommige mensen kwamen daar echt aan met zulke bekers. Nou, ik weet niet hoe duur dat zou zijn geweest. Maar we hebben een paar mooie kleurtjes uitgezocht. En ja, het zijn M&M's. Het gaat om het idee. Ze zijn wel heel erg lekker. Ze smaken gewoon aan normale M&M's hoor. Maar ja, gewoon leuk dat je daar zelf ook je kleurtjes kon tappen en zo. Dat kun je ook zien in mijn vlog. En dan als laatste nog Lush. Misschien zijn er een paar mensen die hierop hebben gewacht. Maar als eerste de Twilight Ball. Dit is een badbom. En deze heb ik voor mijn zusje gekocht. Want die vroeg ze of we die voor haar mee wilden nemen. En het is een roze. Ik weet niet precies waar die naar ruikt. Maar er zijn allemaal sterretjes op. En volgens mij wordt die ook heel erg mooi in bad. Dit is dus Twilight. Dan voor mijn moeder de groene, simpele avocado badbom. En voor mijn vader wilde ook iets meenemen voor in bad. En toen zagen we dit liggen. Want waarschijnlijk hebben ze deze voor de vaderdag. Is het op dead. Nou ja, precies geschikt voor mijn vader dus. En wilde ik er zelf natuurlijk ook nog eentje. Ik wilde er eigenlijk eentje die ze niet in Nederland verkochten. Dat is natuurlijk extra speciaal en leuk aandenken. En ja, deze ruikt best wel lekker. Hij is grijs. Best wel aparte kleur. Mijn vader zei al, hij lijkt een beetje op een fossiel of zo. Maar er zitten ook allemaal glittertjes in. En hij ziet er wel heel erg cool uit. Ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat doen in bad. En hoe het eruit gaat komen. Mannen zitten nu al een beetje onder de glitters. Dus ik weet niet hoe ik daar uit bad ga komen. Misschien een lekker beglitterd en zilvergoud lichaam. Kan allemaal hartstikke leuk aandenken dan. Dan als laatste nog iets bij Lush. Ik heb geen idee hoe deze heet. Want deze stonden ze te demonstreren buiten de winkel. Want de Lush winkel is echt super groot en heel erg gaaf daar. Kun je ook allemaal in mijn vlog zien. En als je in Londen bent moet je daar zeker eventjes langs gaan. Ook al is het alleen maar om te kijken. Wel allemaal geuren die je allemaal tegemoet komen. Maar het is wel heel erg leuk om te zien. En dit is een soort van lieve heersbeestje. Tenminste, zo ziet het eruit. En dit is een soort van boterachtige, nou ja, niet boterachtige structuur. Maar ik bedoel, ja, dit is goed voor je huid in ieder geval. En daaronder zit een scrublaagje. Deze gebruik je onder de douche. En dan kan je over je arm scrubben bijvoorbeeld. En dan komt er ook nog een verzorgingslaagje overheen. Ruikt heel erg lekker. En hij is goed voor je huid. Dus twee vliegen in één klap. Maar dat heb je meestal met Lush. Nou, dan was dit alles wat ik in Londen heb gekocht. Ben je nu benieuwd geworden naar mijn vlogs? Dan kan je even kijken in de beschrijving of in het i'tje hierboven. Dan zou ik zeggen, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei doei!